Goedemiddag. Welkom. Welkom, Leo Feijen. Aangenaam. En u bent zuster? Christine. Zuster Christine. Ik ben op zoek naar geluk, naar zinvol leven en ook vrijheid. Ben ik dan op het goede adres? Ik denk dat het u dat hier kunt vinden. Kan ik het hier vinden? Echt waar. Ja? Echt waar. Wat is de sleutel daartoe? Ik moet even nadenken om zo onmiddellijk te antwoorden. Mm-hmm. Maar ik beleef dat zelf. Dat is iets wat ik zelf vind. Ik denk dat je dat vindt als je zo, als je plaats in je leven hebt voor God en ook voor je medemensen. Dan kun je dat vinden. Dan kun je het allemaal vinden. Dan kun je dat en dat vinden. Zit allemaal in u. Ja, ja. Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Goedenavond en welkom bij Kruispunt, dat dit jaar met de kloosterserie vanuit Vlaanderen komt. We zijn vanavond in Weelde, een klein plaatsje net over de grens bij Tilburg. Daar leven en bidden de Karmelitessen. En ze doen dat met 16 zusters in een prachtige bosrijke omgeving in dit klooster. Hier bent u natuurlijk in wat wij de clausuur noemen, hè? De clausuur? De clausuur, ja. En wat bedoelt u daarmee? Ik bedoel daarmee dat wij een ruimte hebben waar wij alleen leven. Om het er stil te hebben. En ook om alleen te kunnen zijn. Om met God en met elkaar te kunnen leven. Dat is eigenlijk clausuur. Dat is clausuur. Dus een besloten ruimte. Waar wij eigenlijk alleen zijn. Als gemeenschap. Kijk, dit is de binnenkoer met de goede herder. Hmm. Maar dat is onze vriendin aangenaam. Die kennen we al een beetje van zin zo. Ja, ja. En ik ken u een beetje van lezen. Ik had uw naam gelezen. Ah ja. En u bent de priorin. Ja, zo. Bent u gelukkig hier? Ik ben hier heel gelukkig, ja. Ja? Ja, ja, absoluut. Waarom? Waarom? Omdat ik denk dat ik mijn weg gevonden heb. Midden in de natuur van Weelde wonen 16 Karmelitessen in een slotklooster. Ruim 11 jaar geleden verhuisden ze hier naartoe vanuit een besloten stadsklooster in Mechelen. Hun orde is geïnspireerd op het leven van kluizenaars op de berg Karmel. Stilte, eenzaamheid en soberheid zijn de belangrijkste pijlers in het bestaan van de Karmelitessen. Overdag spreken ze zo min mogelijk en leven ze volgens een strak ingedeeld dagschema. Ook voor eten en ontspanning is een beperkte tijd ingedeeld. Er wordt veel gebeden. Vaak alleen en in stilte. Gaat u maar zitten. Als
zuster, als wij hier zo lopen, hè, dan is het bijna zonde om te praten. En we komen ook uit het gebed, hè? Ja. Ja, begrijp het. Ja. Begrijp het goed. En kon u een beetje stil worden in het gebed? Om eerlijk te zijn, hè, de indrukken van de opname, hè, die kwamen op mij natuurlijk af. En ik vond dan de beste oplossing van eenvoudig zo zachtjes te praten met de Heer. Mm. Om wat tot meer stilte te komen. Mm. Maar dat kwam wel terug. Maar ik probeerde altijd terug te komen bij de aanwezigen. Mm. U komt uit Mechelen en daar leefde u in de stad. Ja. Tussen muren. U keek tegen daken op. En u trad in op een moment dat alles nog heel besloten was. Ja. Hoe was dat toen u intrad? 22 was u. Ja, dat klopt. Ik werkte in Brussel en op een bureau. En op de middag was nogal veel tijd. En toen ging ik dus de stad in. En ik kwam voorbij een winkel. En aan het uitstalraam, daar was een grote schilderij van Christus die over de wereld hangt. Van Salvador Dali. Hey. En dat heeft mij aangegrepen. Ik moet zeggen, dat heeft me echt aangegrepen. Ik ben daar blijven staan. En dat was voor mij zo het beeld van die liefde van God die boven de wereld hangt. En ik dacht, en ik zou dan nee zeggen. Ik ga ook ja zeggen. En dan ben ik op zoek gegaan en ik ben dus in Mechelen gaan kijken. Ik ben dus stiekem de eerste keer zonder iets te zeggen thuis een keer gegaan. En dat was toen nog wel echt, ik wist het gelukkig. Maar dus de tralie werd, achter de tralie was een gordijn. En dan verscheen eerst de priorin, een oud moederke was dat, met een sluier dus nog. Hè, voor het, ik ben dus nog echt van die tijd, dus een sluier voor haar. Maar vanaf ze daar zat, zei ze, ik zal mijn sluier misschien naar boven doen, want dat zal toch gemakkelijker zijn. Ik dacht, ja, eigenlijk wel. Hè. En ze deed haar sluier, ik zag haar gelaat, zeer vriendelijk. En dat was de eerste keer. En ik weet dat emotioneel echt iets was, hoor. Als ik daar buiten ging. En hoe kon u gelukkig zijn achter tralies? Maar in het klooster leef je niet achter die tralies. Dat is alleen op de spreekkamer. Daar zijn binnen geen tralies. Hè? Dus je voelt je echt niet opgesloten. En dat hoort bij een roeping voor zo'n leven. Want als je je opgesloten voelt, dat hebben we soms wel eens meegemaakt met jonge mensen, dan is er iets dat niet klopt. Veel mensen kunnen de stilte niet meer aan, denk ik. Waarom niet? Ik denk dat ze vluchten voor zichzelf. Maar ze beseffen het wellicht niet. Anderen komen zoeken naar stilte. Maar in de wereld dikwijls is dat van het een naar het ander zo. Hè? Zonder dat er stilte is. Ja, ik vind dat erg. Ja, waarom is dat ik vind dat erg? Je stilte nodig hebt in je leven. En als u verbonden bent met de wereld, maar wel hier op afstand en in de beslotenheid en met de natuur. En toch ook met een strak dagritme. Ja. Bent u dan vrij? Bent u dan echt vrij als mens? Ja, ik voel mij wel echt vrij. Maar het hangt ervan af. Hoe je vrijheid ziet. Veel mensen zeggen, ik wil vrij zijn om te doen waar ik zin in heb. Ik wil gaan waar ik wil. Zulke zaken zijn er niet voor ons. Maar daar is een andere vrijheid die veel dieper ligt. En die groeit in ons. Ik denk dat we ze nooit volledig hebben. Want zolang als het egoïsme in ons leeft, zolang zijn wij nog onvrij. Dus het is maar als dat egoïsme kan verdwijnen, zal ik zeggen, dat we echt vrij zijn. En ze zeggen altijd dat maar een kwartier na onze dood is, dat ons egoïsme sterft. Dus zullen we dat hebben voor heel ons leven en zullen we daar, ja, moeten rekening mee houden.
Wat doet u hier? We hebben hier dus de hostiekoeken. En nadien worden die hostiekoeken in de kelder vochtig gemaakt. Nadien gesneden met een snijmachine hiernaast. Dan terug opgedroogd, zodat ze goed bewaard kunnen worden. Want anders krijgt dat vrucht een vochtigheidssmaak, zou ik zeggen. En nadien worden die verpakt en verkocht. Is dit voor u de belangrijkste bron van inkomsten? En gedeeltelijk. Als broodwinning is dat ons werk. Maar dat is niet voldoende om ervan te kunnen leven. Maar we kunnen dat wel aanvullen met het inkomen van de oudere zusters die hebben gewaarborgd inkomen. Of enkel die een tijdje nog gewerkt hebben voor ze intraden. Een klein beetje pensioen. Maar daarmee kunnen we wel ongeveer rondkomen. Als u werkt, dan doet u dat volgens hele duidelijke richtlijnen. Het is niet zo dat u hier met 3-4 mensen tegelijk bent. Nee, wij werken zoveel mogelijk elk afzonderlijk. Ook een stuk om die stilte te bevorderen, die stilte te kunnen blijven. De eenzaamheid speelt ook een stuk rol in ons leven. We hebben een leven tegelijkertijd een stuk eenzaamheid, een stuk gemeenschap. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk bidden. Dat is onze bedoeling als Karmelites. En dus gewoon maar een wandelingetje maken om te wandelen, dat vind ik eigenlijk een beetje tijdverlies. En ik heb ook ooit een belofte gedaan om elke dag tenminste één keer de rozenkrans te bidden. Als loyaliteit tegenover Maria. En ja, dat doe ik dan tegelijkertijd, want verder hebben we eigenlijk zo'n druk programma de hele dag, dat we geen tijd hebben om dat er ook nog eens bij te doen. We beginnen om 6 uur met de eerste gebedsdienst en dan koorgebed, inwendig gebed, werk, eten, recreatie 2 keer per dag, wat ook een zeg maar verplichte bezigheid is. Dus ja, tot 8:30 zijn wij continu door eigenlijk wel bezig. Dus ik combineer mijn dagelijkse wandeling met de rozenkrans. Als u bidt tot Maria, helpt het dan om dat in de open lucht te doen? In de natuur? Nou, nee, ik zou niet... Nee, het kan net zo goed in het koor. Maar aan de andere kant het rustige ritme van het wandelen... Nou, ik erover nadenk, dat geeft er toch ook wel een extra dimensie aan. Hè? De cadens eigenlijk van het lopen en die van het bidden, die worden één met elkaar. En dan is het alsof je opgetild wordt, alsof je hier loopt, maar toch ook weer niet loopt. Alsof alles vanzelf gaat. Nou, dat is misschien toch wel een beetje overdreven gezegd. We gaan nou niet zweven, hoor, meteen. Nee? Nee, dat gebeurt zelden. Ik bedoel, je kunt natuurlijk, als je de boeken van iemand als Teresa van Avila, onze stichteres, leest, die ging ook letterlijk de hoogte in bij gelegenheden. Hè? Dan ging ze leviteren. En die was heel geregeld in extase en noem maar op. Maar dat gebeurt ons hele gewone zusters toch maar uiterst zelden. Om niet te zeggen
nooit bij veel mensen. Hè? Dus wij staan, we blijven toch echt wel met onze twee voeten op de grond. En komt, maar... komt dat ook niet met twee voeten op de grond? Omdat aan de ene kant heeft u de rozenkrans en daar zie ik de mobiele telefoon. Ja, ja. Moderne tijden, hè. De rozenkrans is van alle tijden. Ik hoop dat ze die binnen 1000 jaar nog zullen bidden. Ja. Maar dit is dan inmiddels weer iets helemaal anders geworden waarschijnlijk. U bent hier nu 2 jaar. Ja. Bijna. U bent 1 jaar bijna echt novice, ingekleed als novice. Is er een periode geweest dat het geloof veel verder van u afstond? Oh ja, 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 zeker. Ik ben heel katholiek opgevoed, maar toen ik 15, 16 was, ben ik eigenlijk beginnen het leven van de verloren zoon uit de beroemde parabel te leiden. En ben ik eigenlijk helemaal afgedwaald van het rechte pad, de kerk in de steek gelaten, het geloof gewoon helemaal gelaten voor wat het was. Ik heb nooit gezegd dat ik ongelovig was. Maar goed, ik deed er gewoon niks meer aan en ik leefde het leven zoals de meeste mensen tegenwoordig leven. Hè. Ik leefde er maar op los. Waaruit blijkt dat? Waaruit blijkt dat u erop los leefde? Dat u... het leven van de verloren zoon, van de verloren dochter leiden. Moet ik nou echt in detail gaan treden? Nee, maar u kunt misschien een voorbeeld geven. Nou ja, vriendjes en dergelijke, hè? Die had ik ook. En God nog gebod wat dat betreft. Ik ben opgegroeid in de jaren 60, 70... was ik jong meisje, nou ja, en ik leefde in het artiestenmilieu in de stad Antwerpen. En ja, dan drijf je op een gegeven moment mee met heel die stroming, hè? Met alles wat het inhoudt. En toen ik dan een aantal jaren geleden door ontmoetingen en dergelijke een bekeringservaring heb doorgemaakt, toen was ook het eerste wat ik zei... Toen ben ik op een gegeven moment ook te biechten gegaan. En toen zei ik tegen die priester van... ja, ik wil heel graag weer opgenomen worden in de kerk. Ja, en toen zei hij van... ja, je bent er nooit uit geweest eigenlijk. Hè? Een kerk is ook een kerk van zondaars. Maar ik had dat gevoel niet. Ik had echt het gevoel van... ik hoorde er helemaal niet bij, omdat ik dat zelf niet meer wilde. En ik wilde er weer heel graag bij horen. U praat over die... stabiele periode. Nu bent u nu 2 jaar. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat u toch ook niet een aantal dingen mist nu. Van de wereld daarbuiten, van het leven dat u leidde. Echt missen doe ik eigenlijk niks. Ik heb het hier echt zo heerlijk. Ik heb echt alles wat ik wil. Ik doe weinig of niks tegen mijn zin. Maar u mist toch... Maar... U gaf Italiaans. U was in de wereld. Ja, ik heb heel veel gereisd, toch wel, in mijn leven. En vooral heel veel natuurlijk in Italië gezeten. Ik heb er zelfs een paar jaar gewoond ook. En ja, als ik iets mis, als ik het dan zo moet uitdrukken... dan is het natuurlijk wel Italië. De hele Italiaanse taal en cultuur. Ik sprak Italiaans, was mijn tweede moedertaal eigenlijk geworden... En ik moet zeggen, ik bid nog steeds in het Italiaans. Mijn gebedstaal, ook de rozenkrans bijvoorbeeld, die bid ik in het Italiaans. Maar blijft het daartoe beperkt? U mist niet dat u gewoon eruit kunt gaan, dat u lekker even door de stad kunt lopen, dat u naar Mechelen kunt gaan, dat u naar Antwerpen kunt gaan, dat u een mooi boek kunt kopen? Nee, nee, nee. God, het is ook zo, ik ben... later pas binnengekomen en ik heb een heel leven genoten van alles wat de cultuur met een grote C te bieden had. Ik heb ontzettend veel concerten van klassieke muziek meegemaakt, theater geweest. Maar ik heb nou zoiets van, dat hoeft niet meer. Het is mooi dat ik dat allemaal gehad heb en ik denk er ook met veel plezier aan terug. Maar... niet met pijn, niet met een wrang gevoel van, had ik het nog maar even. En dan is dit leven, dat allemaal, zeg maar, dat is zoveel de moeite waard dat u denkt,
daarom ben ik hier graag. En wat is dat dan? Wat is dan datgene wat u zegt, daarom ben ik hier graag? God. Het is maar één woord. En nou kun je zeggen van, ja, die kun je daarbuiten toch ook hebben. Maar dat is toch niet helemaal waar. Want ja, als je van iemand houdt, dan wil je zoveel mogelijk in het gezelschap van die iemand verkeren. En als je in het gewone leven, zeker vandaag, waar het constant een rennen en een gedoe is, een hectische bedoeling, dan lukt je dat gewoon niet. Waar zijn we nu, zuster? Dit is eigenlijk mijn eigen cel. Mijn eigen kamer. Maar we spreken toch nog onder elkaar het liefst van cel, omdat dat toch spreekt van iets dieper. Dat is niet gewoon maar een slaapkamer. Dat is de plaats waar je eigenlijk in de stilte ook weer God ontmoet. Dat is de plaats voor een karmelites die eigenlijk die heilig is. Wij komen nooit in mekaars kamer. Dat is van de zuster zelf. Ik zit meestal hier aan mijn tafeltje. Maar het gebeurt dus ook dat wij het inwendig gebed mogen gaan doen. Mogen gaan bidden waar we willen. En dan is dat ofwel in de natuur. Maar ik ben soms aangetrokken door deze plaats. We hebben alles in gemeenschap, maar we hebben bijvoorbeeld wat wij, ik kan natuurlijk niet zeggen dat is mijn Bijbel, maar dat is hem wel. Allee, ik gebruik hem, dus het is wel mijn Bijbel. Ik heb wel enkele boeken, elke zuster heeft wel enkele boeken die van de orde en zo, die haar dierbaar zijn. Maar we kunnen niet zeggen, dat is mijn bezit. En wat is de waarde ervan dat je geen bezittingen hebt? Ik vind, dat is een gelofte die wij eigenlijk afleggen. Nu is het wel zo dat wij al het nodige hebben. Hè? Al wat dat wij nodig hebben, dat krijgen wij wel. Maar ik kan niets het mijne noemen. Ik kan over niets echt beschikken en zeggen, ja, dat is hier mijn kamer. Als de priorin morgen zegt, ja, ik zou toch liever hebben dat je die andere kamer neemt. Ja, dan ga ik naar die andere kamer gaan. Ik denk dat het erop aankomt je droom te volgen. We denken vaak dat dit onmogelijk is, omdat we terechtkomen in een wereld die al is geprogrammeerd. Eén keer per jaar gaat elke karmelites 11 dagen de kluis in. Dat is een kamer in de uiterste zijvleugel van het klooster, waar ze zich helemaal terugtrekt en geen contact heeft met haar medezusters. Een retraite die de bedoeling heeft om weg te zijn uit het strakke dagschema en nog dichter bij God te komen. De zusters komen daar graag naartoe, schrijven zich graag in, zo zal ik het zeggen. Maar
Mijn ervaring is altijd hoe druk ik het gehad heb om klaar te komen voordat ik naar de kluis ga. Want dat zijn dan toch wel 11 dagen dat je helemaal vrij bent, dat je geen werk doet. Je bent alleen vrij om hier voor God te zijn. Geeft het u een vakantiegevoel als u hier bent? Ja, ja. Wij doen dat soms vakantie met God, omdat we dat ook als een vakantie ervaren. Ja. Om 11 dagen, 12 dagen alleen te zijn. Alleen te zijn en ook de onderbreking, ja, van niet in de gemeenschap te leven. Je houdt natuurlijk van de zusters, het is zo. Maar alleen mogen zijn is ook echt iets cadeaus. Ja? En dat is niet bedreigend, het is niet confronterend, het vervult u niet met huiver. Ja, het kan u wel met huiver vervullen voordat je komt, maar ook als je hier bent, juist in die stilte ontmoet je nog dieper jezelf. En dat je dat ergens moet een plaats geven, dat je jezelf moet proberen te aanvaarden zoals je bent. En dondert buiten het onweer. Gebeurt het ook als u hier 11 dagen, 12 dagen bent? Ja, dat kan ook onweer zijn dan. Ja, dat kan zijn. Ja, dat kan best zijn. Wat gebeurt er dan in? Ik kan het van mezelf niet zo zeggen, maar het kan ook zijn dat iemand een beetje agressief wordt. Daarmee vecht met iets. Maar het kan ook betekenen dat de stilte leeg is. Ja, maar ik denk dat je niet lang zo in een lege stilte zou blijven. Lege stilte, daardoor bedoel ik iets dat onecht is. Geen echte stilte. En ik denk zelf, als je niet voelt... niet ervaart dat een stilte bewoond is, dat ze gevuld is, dat ze toch echt kan zijn als je bewust in die stilte blijft, in een ontvangende houding. En wat is dan een bewoonde stilte? De bewoonde stilte, ik zou het zo zeggen, dat is de Heer die in ons woont. Dat weten we dus uit geloof. En dat beleven we ook in geloof. Dat kan je soms ervaren, zodat een stilte je gegeven wordt, maar die wordt je niet alle dagen gegeven. Dat zijn zeldzame momenten in je leven, maar je onthoudt het wel en je kunt er lang van leven. Zijn er periodes geweest in uw leven dat het twijfel was, crisis was? Ja, dat heb ik ook wel meegemaakt. Een hele periode dat ik twijfelde aan... Ja, dat ik die aanwezigheid, dat ik daar niets meer voor voelde. Dat ik niet meer aangesproken werd van binnenuit. Ook voor sommige dingen die we deden. Voor het koorgebed, voor de eucharistieviering. Dat leek mij op dat moment soms zo vreemd. Vreemd, ik kan dat niet uitleggen. Maar ik ben daar doorheen gekomen. Ik heb dat doorleefd. Maar zonder daar, ik zou zeggen, mij daar echt problemen mee te maken. Om dat te willen met mijn verstand te benaderen. Met mijn verstand te willen oplossen. Ik heb dat gewoon doorleefd. En hoe doorleef je dat dan? Hoe los je dat op? Ja, ik was toen priorin. Ik heb geprobeerd van dat niet te laten merken aan de anderen, van dat niet op de anderen te laten wegen. Maar ik heb wel altijd gepoogd om aandacht te hebben voor de anderen. En dat vind ik dikwijls de beste oplossing om niet op jezelf terug te plooien als je zo aandacht hebt voor anderen.
Toen ik hier aankwam, heb ik gevraagd naar... Kunt u me zeggen wat geluk is, zinvol leven, maar vooral vrijheid. En hier kunt u heel veel dingen niet doen. En toch voelt u zich vrij. Waarom voelt u zich vrij? Ja, daar is heel wat weinig, veel dat wij niet kunnen doen. Maar het hangt er vanaf hoe je vrijheid ziet. Als vrijheid is je goesting doen waar je zin in hebt. En geen rekening houden met anderen. Dan is dat geen echte vrijheid. Hè? Ik denk dat wij bezig zijn met vrijheid te worden, heel ons leven lang. Omdat wat ons onvrij maakt, volgens mij, is dat juist het egoïsme dat in elk van ons leeft, ook in ons. En daar moeten we vrij van worden. En dat is volgens mij, dat wordt de echte vrijheid. Volgende week in de kloosterserie van Kruispunt, de trappisten van West-Vleteren met het beste bier ter wereld. Ja, voor ons is het in die zin een vloek nu, omdat we leven met een heel ontevreden cliënteel. Omdat het zo schaars is, omdat men zo moeilijk eraan geraakt, is er dus algemeen een ontevredenheid. Dus mensen, zelfs mensen die nu komen, die hebben urenlang vaak moeten telefoneren. En dus dat geeft dus negatieve gevoelens naar ons toe. Ik ben nu 11 jaar abt. Dus de eerste jaren, ik kom hier elk jaar één week. Dat is tot nu toe altijd gelukt. Dan zagen ze mij een week niet in het klooster. Maar sinds dat ik e-mail heb, weet ik, als ik de zaterdag thuis kom, is die bus zo vol dat ik 3 keer die week onderbreek om toch die e-mails te bekijken en te beantwoorden. Onjuist, maar het gebeurt. Zuster, waar staan we hier? Dat is dus de begraafplaats. Dat zijn dus de 4 zusters die overleden zijn, ja. En waar zijn die zusters nou? Die zijn bij de Heer. Ja, daar twijfel ik niet aan. Nee? Nee. Dat is toch het leven. Onlangs had ik een ontmoeting met een dame. En ze zei, ze had kanker. En ze was dus geopereerd geweest. En ze zegt, ik was niet bang van de dood, zei ze, want we gaan toch naar ons doel. Achteraf was ik blij dat ik nog leefde, zegt ze, dat ik dus nog voor mijn kinderen en kleinkinderen kan zorgen. Maar dat had mij getroffen, dat die dame dat zo zei, wij gaan naar ons doel. En dat is eenvoudig gezegd, maar het is ook zo, hè. We zijn niet gemaakt om hier altijd te blijven, hè. Nee, maar sterven is moeilijk, denk ik. Ik heb dat proces meegemaakt met zuster Magdalena, die dus wel op 47-jarige leeftijd overleed. En ik herinner mij altijd dat moment dat ik bij haar zat, terwijl zij te bed was. En dat ze zei, het is toch een mysterie. Het is toch een mysterie, zei ze. Ik kon haar dat maar laten zeggen eigenlijk, gewoon maar luisteren, ja. Maar dat was natuurlijk heel pijnlijk, omdat zij nog zo jong was. Ja, dat wel. De andere zusters waren eigenlijk bejaard. Want u zei net, God die leven is en die liefde geeft.
Ja. Maar er sterft er iemand van 47. Ja, maar natuurlijk, dat is het gevaar soms dat men God verantwoordelijk stelt voor al wat lijden is. Maar dat beeld heb ik niet van God. God is niet iemand die de mensen doet lijden, die de mensen lijden overzendt. Nee, God is liefde en hij zal altijd liefde zijn. En ik denk, als iemand lijdt, ik denk nog aan de vader van Magdalena. Ik vond dat zo erg voor die man. Wel, God is daarbij. God is daarbij, ook als je dat niet ervaart op dat ogenblik. Maar ik denk, God is daarbij, ja. Ik moet bekennen dat ik niet veel aan de dood denk. Ik persoonlijk denk daar niet veel aan. Ik hoop alleen maar dat ik dat bewust zal mogen doen. Dat gaat naar de Heer. Ik herinner me altijd iets dat ik gelezen heb. En dat is gewoon dit. Daar gaat een deur open. En je gaat van de ene kant naar de andere. Naar de overkant. En ik denk, daar zal het de ontmoeting zijn met de Heer. Voor wie we geleefd hebben. Ja, die ons heeft laten leven. Ja, zo denk ik dat. Ja.